Honden kunnen uitgroeien tot een belangrijk deel van iemands leven. Sommige baasjes zijn er helemaal kapot van als ze hun hond na meer dan 10 jaar kwijtraken. Maar sommige baasjes vinden het makkelijker om afstand te nemen van hun hond. Op een dag werd de 20-jarige Radar, een mooi en schattig hondje, door zijn baasje bij het dierenasiel afgezet. De eigenaar wenste om euthanasie voor zijn hond. Dit was nogal een verrassing voor de medewerkers van het dierenasiel. Euthanasie is voor sommige dieren niet zo ongewoon. Sommige eigenaars moeten toezien hoe hun huisdieren ouder en zieker worden. Het kan pijnlijk zijn voor het huisdier en voor de baasjes om hier getuige van te zijn. Ze willen niet dat hun huisdier lijdt. Daarom besluiten sommige eigenaren om euthanasie voor hun huisdier aan te vragen, zodat het in rust kan gaan. In veel gevallen is het een begrijpelijke beslissing die vaak uit liefde wordt genomen. Hoeveel ze ook van hun huisdieren houden of hoe graag ze ook meer tijd met hun zouden willen doorbrengen, soms denken die mensen dat dit gewoon de beste optie is voor het dier. Maar niet ieder baasje heeft de beste bedoelingen met zijn huisdier. De goede baasjes denken eerst aan de wensen en behoeften van hun huisdieren en anderen geven alleen maar om wat ze zelf willen. Dit kan helaas slechte gevolgen hebben voor de dieren. Toen Radar door zijn baasje in het asiel werd binnengebracht, waren de medewerkers een beetje verbijsterd. Ze hadden in het verleden bij verschillende dieren euthanasie toegepast, maar meestal konden ze zien en volledig begrijpen waarom. Dit geval leek anders te zijn. Bovendien moesten de dieren meestal eerst naar een dierenarts voordat een dergelijke ingrijpende beslissing kon worden genomen. Zo gemakkelijk was het niet, hoewel de eigenaar deed alsof het geen moeilijke beslissing was om te nemen. De hond zag er niet ziek uit. Ze zagen iets anders toen ze in de ogen van Radar keken. Radar leek een verwarde blik in zijn ogen te hebben. Het leek inderdaad een oudere hond, maar zonder fysieke beperkingen. Radar leek eigenlijk nog best gezond, maar er was mentaal iets mis. De mensen van het asiel voelden meteen dat er iets niet in orde was. Ze wisten niet wat het was en konden het niet verklaren, maar iets voelde niet goed met het baasje en zijn 20 jaar oude hond. Hoe langer Radar daar bleef, hoe meer schrik hij kreeg. Hij werd afstandelijk en defensief tegenover mensen en hij leek geen idee te hebben van wat er aan de hand was. Radar zag eruit alsof hij heel graag weg wilde. De mensen van het asiel merkten dit op en dachten na over hoe ze het de hond comfortabeler konden maken. Ze kwamen tot de conclusie dat deze 20 jaar oude hond hier niet hoorde te zijn. Het asiel was niet de juiste plaats voor hem en hij moest ergens anders heen gebracht worden, waar hij zich tenminste enigszins op zijn gemak kon voelen in plaats van doodsbang. Dit was vooral gevaarlijk voor een hond van zijn leeftijd. Zelfs als de hond het einde van zijn leven naderde, verdiende hij het om tenminste wat rust te hebben. De dag nadat de eigenaar Radar hem naar het asiel had gebracht, haalde iemand van Animal Justice League de hond op. Het eerste wat ze deden was de hond naar het Oak Forest Veterinary Hospital brengen. In het ziekenhuis zou Radar een aantal onderzoeken ondergaan. Ze wilden meer over de hond te weten komen. Ze kwamen ook meer over hem te weten, maar jammer genoeg kwamen er ook verschillende onaangename dingen aan het licht. De leeftijd van Radar leek niet het grootste probleem te zijn. Hij was oud. Radar had zwakke poten en lopen kostte hem veel moeite. De dierenartsen dachten dat hij weinig tot geen spierspanning in zijn achterpoten had. De arme Radar had ook een vervelende koorts waardoor hij zich waarschijnlijk niet lekker voelde. Bovendien had hij problemen met zijn maag, want zijn darmen waren beschadigd. En er waren nog meer problemen met zijn ontlasting. Over het algemeen had Radar verschillende fysieke problemen die hem ongemakkelijk lieten voelen. Een van de verrassende dingen die ze ontdekten was dat Radar niet de leeftijd had die de eigenaar aangaf. Hij was inderdaad een hond van oudere leeftijd, maar hij was jonger dan 20 jaar. Of de eigenaar wist zijn echte leeftijd niet, of hij loog er gewoon over. Radar bleek in werkelijkheid minstens 5 jaar jonger te zijn dan de leeftijd die in de documenten stond genoteerd. Ze dachten dat de eigenaar waarschijnlijk loog over dit, aangezien de hond ook veel tekenen van verwaarlozing vertoonde. De vacht van Radar leek al in jaren niet gewassen of geborsteld te zijn. Zijn nagels waren ook niet verzorgd, want ze waren zo lang dat ze gekruld waren en bijna de poten van de hond raakten. Deze hond had blijkbaar niet de basisbehoeften en nodige verzorging gekregen. Stilaan vielen de puzzelstukjes in elkaar. De dierenartsen waren niet zeker van wat er met de hond gebeurd was, maar ze wisten wel dat deze hond geen prettig leven had gehad. Hij was zeker verwaarloosd of zelfs mishandeld, hoewel het niet precies duidelijk was op welke manier. De gezondheidsproblemen van Radar waren hier vermoedelijk mee verbonden. Het was zeer aannemelijk dat de hond een hoop trauma en misbruik heeft moeten doorstaan. Misschien was hij voor langere tijd opgesloten in een kleine kooi. Dit zou ook kunnen verklaren waarom hij niet veel spieren in zijn poot had en waarom hij de hele tijd bang was. De dierenverzorgers hadden medelijden met Radar. Iedereen die hem zag, merkte hoe schattig hij was. Hij was een hondje met een schattig gezichtje en onschuldige ogen. Waarom zou iemand deze hond willen mishandelen?
Waarom zouden ze zoiets doen? Het vorige baasje moet wel heel harteloos zijn geweest, dachten ze. Het was duidelijk dat de hond liefde en zorg nodig had. Hij bleef maar snuffelen in de hoop iets vertrouwds te ruiken. Na een tijdje zou Radar gewoon iemand kiezen om dichtbij te blijven en mee te knuffelen. Hij voelde zich dan veilig en wilde niet meer weg. Iedereen in zijn omgeving probeerde hem zoveel mogelijk te troosten, zodat hij hopelijk zou beseffen dat hij nu helemaal veilig bij hen was. Na verloop van tijd voelde Radar zich op zijn gemak. Zijn houding veranderde volledig. Hij was niet meer de bange, trillende hond van vroeger. Zijn ogen straalden nu vrolijkheid uit. Zijn lichamelijke gezondheid was ook een stuk verbeterd. Hij kreeg behandelingen voor al zijn problemen en hij herstelde snel. Radar was nu een heel andere hond dan toen hij naar het asiel werd gebracht. Radar kreeg goede verzorging, medicijnen en gezonde voeding. Na alle behandelingen ging het duidelijk beter met Radar, maar hij moest nog steeds in observatie blijven. Ze wilden zien hoe zijn gezondheid de volgende dagen zou evolueren. Radar deed het erg goed en herstelde uiteindelijk volledig. Gelukkig had Radar nog iemand om hem op te vangen en voor hem te zorgen. Een vrouw bood zich aan om zijn pleegmoeder te worden. De vrouw was blij tijd te kunnen doorbrengen met de schattige hond. Radar werd steeds vrolijker en at goed. Hij hield blijkbaar van eten en verorberde al zijn maaltijden en snacks met enthousiasme. Hij springt en rent van opwinding als het tijd is om te eten. Elke keer opnieuw. Zijn pleegmoeder vindt het prachtig om dit te zien. Als zij staat te koken, begint hij soms al rond te rennen. Hij rent in het rond en grijpt zelfs een speeltje om mee rond te draaien. Het is hilarisch en schattig om te zien. Ze geeft hem vaak gezonde snacks en maaltijden die hem lichamelijk aansterken. Hij eet graag kip, rijst en pompoen. Hij eet altijd zijn maaltijden op en likt alles schoon. Daarna kijkt hij zijn pleegmoeder aan met zijn onschuldige ogen, hopend op meer. Door de vacht viel het niet op, maar zijn pleegmoeder realiseerde zich hoe mager hij was toen ze hem waste. Hij was zo mager dat ze zelfs enkele botten kon zien uitsteken. Dat is misschien de reden waarom hij zo graag at. Hij had waarschijnlijk al een tijdje geen goede voeding meer gehad. Zijn pleegmoeder verzorgde ook zijn vacht. Deze was nu schoon, glanzend en netjes. Hij leek wel een compleet nieuwe hond. De wedergeboorte van Radar. En dat gold niet alleen voor zijn uiterlijk en gezondheid, het was ook te zien aan zijn persoonlijkheid. Zijn ware persoonlijkheid kwam meer naar boven. De pleegmoeder van Radar was getuige van de glinstering in zijn ogen en zijn pure blijdschap, iets wat ze aanvankelijk niet kon zien. Radar liet iedereen zien dat hij geen bange, verdrietige hond is, maar juist blij en leuk als hij goed behandeld wordt. Het verhaal werd op verschillende platforms gedeeld. Mensen waren al enthousiast om Radar te adopteren, maar de Animal Justice League liet weten dat Radar nog steeds werd beoordeeld. Wees geduldig wat betreft adoptie, hij is nog niet helemaal klaar. We zijn nog steeds bezig met het beoordelen van zijn gezondheidsbehoeften. Wanneer we bepalen dat hij klaar is voor adoptie, zullen we dat op onze pagina zetten. Radar krijgt nog steeds veel zorg. Er zijn veel mensen die zich zorgen om hem maken en hem extra aandacht geven. Ze willen er zeker van zijn dat hij helemaal gezond is voordat ze hem laten gaan. De liefde en zorg voor Radar zijn ook door veel mensen zeer gewaardeerd. Mensen hebben gereageerd op het verhaal en bedankten de Animal Justice League en iedereen die door Radar heeft gezorgd en een rol heeft gespeeld om zijn leven op een positieve manier te veranderen. Sommige mensen begrijpen nog steeds niet dat Radar zo behandeld is door zijn vorige baasje. Wie kan er nou zomaar weglopen van dat lieve snoetje? Ik niet, is wat iemand als commentaar gaf. De meeste reageerders waren het eens met elkaars kritiek op het baasje. Ze kunnen gewoon niet begrijpen hoe iemand zo verschrikkelijk kan zijn, vooral voor zo'n schattig hondje. Zij zouden nooit in staat zijn om zoiets te doen. Sommigen hebben ook dieren op leeftijd, maar ze zouden nooit afscheid van hen willen nemen als het niet absoluut noodzakelijk is. Het is niet te geloven dat Radar zomaar gedumpt is bij de dierenarts. Een andere persoon is klaar om Radar in huis te nemen en hem een echt thuis te geven. Ze merkt op, laat het me alsjeblieft weten als deze lieverd een thuis voor de rest van zijn dagen nodig heeft. Hij is meer dan welkom hier. Jammer genoeg is Radar 3 weken na zijn redding overleden. Op een ochtend werd hij erg onwel en zijn pleegmoeder bracht hem onmiddellijk naar de eerste hulp dierenarts. Radar werd opgenomen in het ziekenhuis en daar ontdekten ze dat hij nog steeds ernstige gezondheidsproblemen had die levensbedreigend zouden zijn. Na een aantal fantastische en liefdevolle weken moesten ze afscheid nemen van Radar en hem laten inslapen. Zijn pleegmoeder heeft gekookt, geknuffeld en zoveel mogelijk van Radar gehouden zolang hij bij haar was. Hij was een deel van hun gezin en ze miste hem ongelooflijk. Hij was zo'n goede hond en het was fantastisch om met hem samen te zijn. Ze hopen allemaal dat hij in ieder geval als een gelukkige hond de wereld heeft verlaten. Wat is je mening over het aanvragen van euthanasie voor je hond? Denk je dat het baasje van Radar juist gehandeld heeft of had hij het helemaal mis?
Deel je mening met ons in de comments, we zijn benieuwd om het te horen. Bedankt voor het kijken en tot snel in onze nieuwe video's met een ander interessant verhaal.